In deze video gaan we vergelijkingen met de sinus oplossen. En we beginnen met de vergelijking sinus t is een half. Nou, proberen we daar eerst een voorstelling van te maken. Daarvoor teken ik de eenheidscirkel. Nou, in de video over de eenheidscirkel hebben we gezien dat als een punt op de eenheidscirkel ligt, dan wordt de hoogte gegeven door de sinus van t en de breedte, de x-coördinaat, wordt gegeven door de cosinus van t. Dus de coördinaten van een punt op de eenheidscirkel zijn cosinus t, sinus t. Nu willen we de vergelijking oplossen sinus t is een half. Dus omdat een sinus de y-coördinaat is, gaat het dus eigenlijk om de punten die op hoogte een half liggen. Dus deze twee punten zijn dan interessant om te bekijken. Een andere manier om naar deze vergelijking te kijken is naar de grafiek van de sinus. Dus als je y is sinus t tekent, nou, die grafiek ziet er zo uit, of in ieder geval een deel van de grafiek ziet er zo uit. Dan gaat het om de snijpunten van de lijn op hoogte een half, dus de rode stippellijn, met de grafiek van de sinus. Dus dan gaat het om deze punten. Nou, hoe vind ik nou die t? Dan moet je eigenlijk weten hoe je de sinus weghaalt. Net zoals dat je een kwadraat met een wortel weghaalt of keer met delen weghaalt, moet je weten hoe je sinus weghaalt. Dat doe je met sinus invers of inverse sinus. Nou, als je dat met je grafische rekenmachine doet, wordt dat met de knop sinus tot de macht min 1 gedaan. Dus als je dat intypt, dan kom je op 0,52 uit. Nou, ik werk hier met radialen, dus je moet de rekenmachine wel in de stand radialen hebben staan. Nou, vaak willen we bij wiskunde mooie exacte waardes. Nou, in dit geval is het een mooie exacte waarde. Dus als je dit door pi deelt, kom je precies op 1 zesde uit. Dus dit is precies hetzelfde als 1 zesde pi. Nou, in het plaatje, dus bij die grafiek, ligt het punt dus daar. Nou, dan kan ik meteen nog meer oplossingen vinden. Want de periode van de sinus is 2 pi. Dus dat betekent dat hij na 2 pi zichzelf weer gaat herhalen. Dus dat betekent als ik 2 pi naar rechts ga, dan krijg ik dat snijpunt. Dus daar zit het 2 en 6 pi. En uiteraard had ik nog een keer 2 pi naar rechts kunnen gaan of 2 pi naar links. Op die manier kun je eigenlijk al meteen oneindig veel oplossingen vinden. Of als ik naar de eenheidscirkel kijk, dan is dat rechterpunt, die ligt bij een hoek van 1 zesde pi radialen. Als je in graden denkt, is dat een hoek van 30 graden. Maar ook hier geldt weer, als ik een rondje verder ga, dus ik tel er 2 pi bij op, hè, 2 pi was een rondje. Dus 2 en 6 pi is dan ook een goede oplossing. Als ik nog eens 2 pi verder ga, 4 en 6 pi is ook een goede oplossing. Je mag ook best de andere kant op draaien. Dus als je de juiste 2 pi van afhaalt, dus min 1 5 6 pi, dat is ook een goede oplossing. Nou, al deze oplossingen die willen we eigenlijk korter schrijven. En dat doen we op de volgende manier. Dus dan schrijven we op t is 1 6 pi plus k mol 2 pi. Dus dat betekent eigenlijk gewoon, je mag bij die 1 6 pi veelvouden van 2 pi optellen. Dus k is gewoon een geheel getal. Dus dit is de eerste tak met oplossingen. Maar er is nog een tak met oplossingen. Nou, hoe vind je die andere tak met oplossingen nou? Nou, dan kijken we weer even naar de grafiek van de sinus. En dan gaan we gebruik maken van de symmetrie in het plaatje. Dus ik wil eigenlijk weten wat er bij vraagtekentje moet komen te staan. Maar ik weet dat dit stuk precies pi is. En omdat het een symmetrisch plaatje is, is dat linkerstukje, dus 1 zesde pi, is even groot als dat rechterstukje. Dus dan moet bij het vraagtekentje 5 zesde pi staan. Dus eigenlijk deed je gewoon pi min 1 zesde pi. En ook hier mag je weer veelvouden van 2 pi bij optellen. Dus als je dit korter schrijft, vind je t is 5 zesde pi plus k mal 2 pi. Dit had je natuurlijk ook met de eenheidscirkel kunnen zien. Dus als ik dit linkerpunt had willen vinden, dan moet ik dus eigenlijk de hoek proberen te vinden met die stippellijn en de positieve x-as. Nou, ook hier maak je weer gebruik van de symmetrie. Een half rondje, dus eigenlijk een hoek van 180 graden, dat is in radialen pi radialen. En omdat het weer symmetrisch is, haal je die 1 zesde pi ervan af. En dan vind je ook weer 5 zesde pi radianen. Oké, nog een voorbeeldje. Ik wil de oplossing hebben tussen 0 en 2 pi van de volgende vergelijking. En ik wil het in 2 decimalen nauwkeurig hebben. En dat is de vergelijking 4 plus 3 sinus 2 t is 5. Nou, we proberen altijd eerst de simpele stappen te doen. En hem in de vorm sinus is gelijk aan een getal te brengen. Dus ik haal eerst aan beide kanten er 4 vanaf. En dan deel ik alles nog eens door 3. En dan kom ik uit op dat de sinus gelijk is aan 1 derde. Dan moet ik de sinus wegwerken. Nou, dat deden we met sinus invers. Dus dan tik je op je rekenmachine sinus invers van 1 derde in. En dan komen we uit op 0,3398 nog wat. Nou, vanaf hier werk je meteen met twee takken. Dus de ene tak is dan dat die 2t gelijk is aan 0,3398. Dus eigenlijk heb je gewoon aan beide kanten sinus invers gedaan. Dus links hou je dan 2t over. En rechts krijg je die 0,3398. Maar ook hier moet je meteen weer die veelvoud van 2 pi erbij tellen. En de andere tak is dan pi min
0,3398 plus K02π. Daarna is het eigenlijk alleen maar een kwestie van verder uitwerken. Dus als je naar die linker tak kijkt, dan deel je het even door 2. Dan vind je 0,1699 nog wat. Maar ook die periode, dus die K02π, moet je delen door 2. Dus dan krijg je hier K02π. En aan de andere tak, als je dat uitwerkt, dan vind je T is 1,40 nog wat plus K02π. Dan ben je nog niet klaar, want de vraag was nu om de oplossing te geven die tussen de 0 en de 2π zaten. Dus nu gaan we onze conclusie trekken. En als ik met de linker tak begin, 0,17, dat zit tussen de 0 en de 2π. Dan tel ik daar π bij op. Dan kom ik op 3,31 uit. Dat zit ook nog tussen de 0 en de 2π. Nou, stel dat ik er nog een keer π bij optel, dan ga ik over die 2π heen. Dus dit zijn de enige twee oplossingen die uit die linker tak volgen. En als je naar de rechter tak kijkt, dan vind je 1,40 en 4,54. Dus op deze manier los je vergelijkingen met de sinus